Ja, als je hoort dat er eigenlijk zoveel bekentenissen worden gedaan, dan denk je wel, waarom heeft Holleder dit opgebiecht aan Peter R. de Vries? Ja, nou, dat heb ik natuurlijk ook gevraagd. En dan moet je even terug naar de tijd. Het is 2011. Holleder zit het laatste gedeelte van zijn straf uit voor het afpersen van Enstra. En is dan gevraagd, hij zegt zelf bijna gedwongen, om te getuigen tegen Dino Zorel, tegen zijn medeverdachte, die op dat moment terecht staat in het grote passageproces vanwege liquidaties. Hij zegt dat de advocaat van Dino Zorel hem bijna onder druk heeft gezet, heeft gedwongen om een verklaring af te leggen. Dat wil Holleder eigenlijk helemaal niet. Maar hij realiseert zich ook door die weigering dat hij een beetje in de gevarenzone komt. Dat hij misschien wel geliquideerd gaat worden door Dino Zorel. En als een soort testament heeft hij via de advocaattelefoon een uur met de Vries gesproken om zijn kant van het verhaal te vertellen, met de uitdrukkelijke voorwaarden dat pas dat naar buiten zou mogen worden gebracht als Willem Holleder iets zou overkomen. Ja, we weten allemaal dat dat nog niet het geval is. Hij zit op dit moment in de gevangenis. Wat vind je ervan dat Peter R. de Vries dus die belofte heeft verbroken? Nou ja, daar moet hij hele zwaarwegende argumenten voor hebben gehad. Want als journalist, trouwens, in zijn algemeenheid, als je iemand je woord geeft of met elkaar iets afspreekt, dan hou je daaraan. Peter de Vries zegt daarover van, nou ja, we hebben eigenlijk een soort overeenkomst gehad. Op het moment dat een van die partijen mij je gaat bedreigen, vanuit de gevangenis probeert te liquideren, ja, dan vervalt die overeenkomst. Dat kun je zien als een soort contract. Dan scheur je zo'n contract doormidden. En dan ga je doen wat de Vries nu heeft gedaan. Is dat wat jij ook had gedaan als je in die situatie zat? Ik moet je eerlijk zeggen, voor mij is ook een woord. Maar op het moment dat mensen mij met de dood gaan bedreigen, sterker nog concrete plannen gaan ontwikkelen om me te vermoorden, dan voel ik me ook niet zo heel erg meer gehouden aan dat soort afspraken. Nee.